Rico, we zijn op Alkmaar Noord. Alle partijen horen we over bouwen, bouwen, bouwen. Wat wil SP? Nou, wat de SP wil, die wil natuurlijk ook bouwen, bouwen, bouwen. Maar wat moet er dan gebouwd worden? Hè? Dat is de grote vraag. Als je gaat kijken naar dat het aantal mensen wat een woning zoekt, dat dat 70% van onder de 130% van het minimumloon zit. Dan betekent dat dat die 70% in aanmerking zou moeten komen voor een sociale huur- en koopwoning. En daarom zeggen wij ook in ons verkiezingsprogramma 70 en niet zoals 20 of 30 wat de andere partijen zeggen. Dat is gewoon heel hard nodig. Ook kunnen we zorgen dat aan de bovenkant wat mensen doorstromen natuurlijk. Als je bijvoorbeeld zorgbuurthuizen of bejaardentehuizen neerzet of mensen die kleiner willen gaan wonen. Maar als je nu kleiner wil gaan wonen, dan kost het je, moet je extra bijbetalen om kleiner te kunnen gaan wonen. Nou, dat zijn dingen die we veranderd zouden moeten hebben. Dan is er nog bijvoorbeeld sociale. Dan zijn er nog mensen met een urgentieverklaring bijvoorbeeld. En daar zouden we ook wat aan moeten doen. Het is namelijk zo van die kunnen nu nergens terecht. En er zouden eigenlijk nog veel meer mensen een urgentieverklaring moeten krijgen. Maar die krijgen het gewoon niet. Wat je zou kunnen doen, dat is een leegstand ombouwen bijvoorbeeld. Dat je gaat zorgen dat daar de mensen met de grootste urgentie al gaan wonen. En je zou kunnen zorgen dat je flexwijken en flexflats neerzet. En dat zijn woningen die je in 18 weken kunt realiseren. En dan kunnen de mensen met de urgentieverklaring daar al heen. En als de huizen eenmaal gebouwd zijn, dat die als eerste bijvoorbeeld kunnen doorstromen. Dat zijn mooie mogelijkheden. Wat we bijvoorbeeld ook nog, maar ook bestaande bouw, dat is nog wel een probleem. Want er zijn heel veel woningen die nu in Alkmaar zijn met schimmels. Dus de zogenaamde schimmelwoningen. Nou ja, dat zou je erg moeten aanpakken. En je zou die huizen moeten verduurzamen en gewoon moeten opknappen. Ook bijvoorbeeld, we hebben ook woningen gezien waar het gewoon, het waait. Het zijn doorwaaiwoningen, want het waait gewoon door de kozijn heen. Nou, dat zou je moeten. Dat zou je moeten aanpakken. En zeker nu die gasrekening enorm is gestegen. Dus ik zou zeggen van laten we alsjeblieft ons er goed voor in gaan zetten dat die woningen er gaan komen. En niet dat weer jaren en jaren gewacht gaat worden voordat de eerste huizen weer gerealiseerd worden.